Dat is het. Ja, wat heb je eigenlijk allemaal uit me gezegd? Ja, dat is de vraag. Wat heb ik het vermeden? Ik zie een doos staan. U ziet een doos. Met een kat op, die heel boos is. Mm-hmm. En het ziet er wel spooky uit. Een spooky kat. Oké, mensen. Het is Happy Halloween or Trick or Treat bij de Dunkin' Donuts. En wat gaan we proeven, jong? Donuts. Nu gaan we donuts proeven. Ja. Alright. Maar ja, eerst een vertellementje. Mensen, zoals ik al zei, er is Halloween in Plopsaland en er is ook al Halloween bij de Dunkin' Donuts. We gaan vandaag de Dunkin' Donuts testen in deze video. Ja. Ik heb 4 donuts. 4 verschillende. Ik heb geprobeerd de mooiste en de voor mij persoonlijkste, lekkerste eruit te halen. Ja. Ik hoop dat je ze ook gaat lekker vinden. Nu, er zit al een donut tussen, die hebben we al een keer voorgeproefd vorige week. En er zit een speciaal tussen, een met pompoencrème erin. Ja. Ons internet is dat met pompoencrème. Die heb je vorige week gegeten. Dat was heel lekker, ja. Dus nu is het mijn tour om daar een keer van te proeven. En weet je wat, mensen? Ik ga ze gewoon laten zien. Kijk, mensen. Het is wel een leuk Halloween cadeau eigenlijk. Als je zo een keer iets wilt doen met Halloween. Het is eigenlijk echt een origineel Halloween cadeau. En hoe dat ze doen, ik vind het fantastisch. Het is, ja. Leuk, hè? Wel, ik vind het concept Dunkin' Donuts, om eerlijk te zijn, in het begin was ik er niet voor. Ik ben er heel goed van, hoor, hè, ondertussen. Ja, weet je wat dat is? Ik heb mijn hoesting gevonden. En ik vind het concept eigenlijk wel leuk, want zoals je ziet, dat zijn hier speciale Halloween donuts. Ja. Dat is hier met cheesecake, dat is hier met vanille erin en ja, ik vind het eigenlijk wel chic. En dat is hier met pompoencrème erin. Dus die ga ik proeven, dus dat wordt al sowieso de mijne. En ik heb die al geproefd. Inderdaad. En die heb ik vorige week geproefd, dus dat kan eigenlijk een worden van de Jeffrey. Ja. Met de groene blurry erop en dat is met Leon's. Lekker. Ja? Ja, ik vind dat wel, ik vond die echt heel lekker vorige week. Maar dan hebben we nog de vraag, wie eet er wat? Wie gaat er de hersens of het oogje opeten? Deze griezel. Of wie gaat er hier het mes opeten? Met red velvet erop. Dat is hier American cheesecake, maar in een Halloween jasje. Ja. En een bloody jasje. Lala. Misschien is hij voor Jeffrey. We zijn er aan uitgekomen. Normaal eet ik ook graag cheesecake, maar goed. Oké, wie is starter? Beginnen. Ga jij beginnen? Nou ja. Kijk. Het ziet er wel. Kijk. Zo ziet hij eruit. Ik ga uw gang, jongen. Dankjewel. Moet je proeven. Daar gaat hij. Heel lekker. De goede. Er zit van alles op. Echt lekker. Ja. Goedgekeurd. Is het goedgekeurd? Ja. En dat jouw pudding. Amai. Nog beter dan die pompoen. Nog beter dan die pompoen? Oh. Ja. Dat klinkt dan niet meer overtuigend. Sorry. Ik had niet gedacht dat het zo goed ging zijn. Het ziet er niet uit, maar het is fantastisch. Ja. Het is de bedoeling, hè? Ja, ik vond hem vorige week ook heel lekker, die. Van geluk, die was er nog vorige week. Vandaag is hij er niet meer op dit uur. Dus daarom heb ik deze morgen geweest en de donuts besteld dat ik wou hebben. Ja. Maar je moet er dan ook wel achter gaan. Dat is dan het andere verhaal. Ja, dat is wel een leuke service dan ze aanbieden, hè? Ja. Maar ik denk dat er dat veel mensen gaan beginnen doen, dat ze dat niet meer gaan doen, maar dat dat een klein publiek is, dat is daar wel. Daar zit er van alles op. En die combinatie maakt het goed. Ja, he, het is speciaal, hè? Ja. Zijn dat like, zo van die ja, ijzeren dingen of dat zo, moet ik zeggen? Ja, met oogjes en... Dat is de bedoeling. Dat is een echte gruwel donut. Ik denk dat ze een soort kerkhoffilm hadden. Met, ja. Hoe is spooky? Ja. Spooky. Spooky. Ja. Kom. Jeffy, smakelijk, jong. Mag niet mankeren. En Jody, ga je een keer proeven van je donut? Ja, jong. Ik ga een keer proeven. Dat is de pompoen donut. Ja?
zijn benieuwd. Tof, hè? Dat meneer Pompoen. Ja, wij. En meneer Pompoen gaan we opeten. Ja. Dat is met pompoencrème erin. Is dat met choco? Mens, en niet met choco. Ja, lekker. Ja. Maar? Die vullen dingen een heel speciale smaak. Weet je nou dat ik vorige keer zei dat we dat dan smaakte? Nee. Ik weet het zelf niet meer hebben dat was, maar ik heb gezegd, nee, ik heb niet gezegd. Ik heb het wel gezegd, maar ik weet niet meer hoe dat juist was, maar het is een bepaalde smaak. Mm-hmm. En zo precies, zo hetgeen dat ik zei vorige keer van die drank. Snap je wat ik wil zeggen of niet? Ja. Een praline, dat je zo die lopende crème dat zo met drank in. Nee, dat is nee? niet. Het is het wat anders, hè? Ja. Het is iets die... Ik wil niet zeggen dat het chemisch is, maar... Het is zo speciaal. Ja. Het is precies al zo... Ik weet niet wat dat is. Het is echt iets speciaals. We weten allemaal wat dat is. Mm. Maar we kunnen er niet op komen. Maar dat je die crème opeet, hè. Weet je wat dat is? Het is zo een smaak die er direct uitkomt. Mm. Die er eigenlijk niet in thuis wordt. Nee, nee. Hey, het is zoiets... Ja, direct al zo van, dat proeft lijkt niet juist dat zo. Nee, dat komt, ja, het is speciaal. Het is like een soort anijs zo. Anijs zo, ja. Anijs zeenachtig, om moet te zeggen. Klopt. Het is, ja. En het brandt dan zo deur en je naar van boven en zo. Het is een echte Halloween pompoen. Maar, die vind ik wel de mensen eigenlijk. Ik weet niet dat ik hem zelfs mega lekker vind. Ik denk dat hier het is beter. No? Dus het is wat speciaals. Ik durf het niet zeggen, pompoenvulling. Dus ik denk dan aan pompoen, maar... Mm-hmm. Pompoen, ja, het is like robe pompoen en zo, ik weet niet. Mm-hmm. Ik ken het allemaal, maar misschien weten de kijkers het wel. Jeffrey, we zijn er onderuit, hè? We hebben nu alle twee dezelfde donut gegeven. Heel toevallig, we hebben eigenlijk wel geluk. Ja. Ik heb hier al een keer die groene gegeten. Jeffrey heeft die vandaag gegeten. Ja. Jeffrey heeft vorige week die gegeten. Ja, mensen, bewijs is er. Ik vind die niet zo lekker. Hey Jeffrey. Mm. Ik vind, als ik deze proef van daarnet, vind ik die wel toch een van de betere dat ik al heen heb. Ja, hé. Hey, van de Halloween donuts. Ja. Serie. Er zit hier een smaakje in die pudding, niet zo... dat ik persoonlijk niet zo lekker vind. Nee, nee. Misschien vinden andere mensen dat wel lekker, maar... Smaken verschillen. Het is ook Halloween. Mag ik hier iets zeggen die niet lekker is? Nee. Dat vind ik wel Halloween in orde. Daarvoor is dat zalig, Halloween. Ja. Maar goed. We hebben er nog twee, hè, op onze menu staan. Ja, we hebben natuurlijk nog de cheesecake. Die kennen we. Dus ja. Dat is wel handig, die kennen we. Mm-hmm. We hebben hier nog een ander eentje. En dat is ook met pudding. Ze zien er hetzelfde uit, maar ze zijn niet hetzelfde. Ik heb een mes gekregen. Ik. Ja, dat is dat mes dat je me daarnet ging... Ja. Ging een kopje kleiner maken. Deze is minder scherp. Dat is waar. Ik heb wel wat bloed aan. Oeh, ja, inderdaad. Amai. Ik ga dat over het laatst. Wil je dat over het laatst? Nee, ja, het is mooi om op te eten ook. He. Ja, het is wel een mooie mes. Ja. Absoluut. Kan ik je proeven? Kind in huis is daar weer. Hè? Ja. Wie is dat? Weg, het kind in huis. Wat kind in huis? Ah, ja, het kind in huis, dat is Jeffy. This is one of my favorites. The cheesecake, you know it? Yes, I know it. Yes. Yes. Mm. You are cheesecake. Oh. Dat is echt de hemel. De hemel op aarde. Oh man toch. Sorry mensen, maar... Jullie weten van mij dat ik een grote cheesecake lover ben. Mm-hmm. Maar echt, die donut overstijgt echt alles.
Het overstijgt alles. Ja. Oké. Okay. En daarvan geniet. Nou ja, dat gelijk hebt, geniet ervan, joh. Mm. Ja, man. Lekker, lekker. Ik ga ondertussen een keer opzoeken wat dat de vulling hiervan is. Ik ben benieuwd. Ik denk dat het witte chocoladevulling is. Ik ga het opzoeken om zeker te zijn dat ik geen fouten maak in de video. Dus, ik wil zeggen, ja, enjoy, enjoy. Dat is hier een met crèmevulling. Het is niet met witte chocolade, dat is een andere een met witte chocolade. Dat is met crèmevulling, dit oogje. Alright. Nice. Ja, Jody. Ja? Je had hier nog een donut, zie ik een keer. Amai, en wat voor een? Ja, met een oog in. Een oog, ja man. Kijk. Het een en het ander. Dat is hem. Dat is de tweede donut. Het is waar dat je vertelt, jong. Tegen een bloody donut. Oh, we gaan een keer proeven. Nee, dat is mijn crèmevulling. Dacht het is chocola, maar het is crèmevulling. Lekker. Ja. Ja. Ik denk dat ik weet dat die smaak is die daarin zit. Ik proef dat hier een beetje in dat groen ding die erop ligt. Dat zou goed kunnen zien dat dat een soort van kiwi is dat ze erin gedaan hebben. Kiwi? Ja. Wow. Zure kiwi. Die nog een beetje rauw is. Zou dat kunnen zien? Sap van kiwi of zoiets. Kiwi sap. Ja. Je moet ook gele kiwis, hè? Nou, dat kan niet. Hè. Nee, gele kiwi is zoet. Oh. Dat is die zoete kiwis. Moet daar een sap zien van een groente of daar? Misschien is pompoensap dat ze erin doen. Dat kan. Want het is pompoenvulling, het gaat pompoensap zijn. En daarom dat ze dat misschien persen naar een andere smaak. Ja. Dus om het eigenlijk te moeten vragen. Ja, lekker. Smak het, jong. Ja. Ja. Ja, ik ken die liever dan die anderen, voor eerlijk te zijn. Ja. Ja, en bij jou? Wat heb je bij jou gesmakt, jong? Zeker en vast. Ja, die is lekker. Nice. Say boo and eat donuts. Dat hebben we ook gedaan, hè, jong? Ja, dan, een bekje rond. Ik zit helemaal vol. Zit je vol? Vol met donuts. Ja. Maar er is eentje die niet lekker is. Allee, minder lekker. Het is onze smaak niet. Het is Halloween. Gaan, ja, het is, het is een beest. Mee, met wie? Met dit niet. We moeten hem nog een keer goed door elkaar kunnen flitsen. Het is, maar ja, weet je wat dat is? Het is... Het is Halloween, nee. Halloween moet niet lekker zijn. Ik ben dat al een keer ondervonden in Walibi Holland. Maar hij was nog niet mee, dat was met Remco en al. Ah ja, was dat niet... Nee, nee. Oei. Nee. Maar ja, het was... ja, maar het is een raar smaakje, ik weet niet. Misschien is pompoensap. Het is zo'n smaakje dat je zo... Het is niet bitter. Ja. Het is niet zoet, maar het is ook niet zout. Het is zo een raar smaakje die er niet in thuis hoort. Nou. Vond je dat niet? Ja. Ja, hé. Het zal niet allemaal goed zijn, hè? Nee. Daarvoor is Halloween. Moet er moet een keer een smerige tussen zijn. Ja. Ik ben aan het kijken naar mijn attractie. Ik denk dat het een keer gaat beginnen regenen binnenkort.
En nog vier aanpassingen aan het doen, goed te zien. Kan. Heb je daar van alles en nog wat? Ga toch een keer kijken. We hebben gezocht, we hebben de kopjes bij elkaar gestoken en we hebben een vermoeden wat soort vulling dat is. En we zijn uitgekomen op zaadjes. We denken dat, hè? We denken dat. Dat niet zeggen, en waarom denken we dat? Ja. Iedereen kent dat wel. Druiven met pitjes. Ja. Dat is verschrikkelijk. En dan eet je zo'n pitje op. Ja. En dan denk je zo van jezelf van... Of wil je daarop eet? Ja. En je proeft het waarschijnlijk al in je limons. Een druifje met pitjes en je bijt op dat pitje. En dan heb je zoiets van... Dat is echt niet lekker. Nee. Dat is die smaak die daar zo in zit. Dus wat denken wij dat is? Dat ze de pompoenzaadjes geperst hebben tot sap. Ja. Waardoor dat beter is. Ja. En dat ze dat daar toegevoegd hebben aan die pudding. Dat zou kunnen, hè. Wij denken dat. Ja, het is niet onze favoriet. Nee, het is echt een Halloween smaakje die eraan hangt. Ja. Het is ook Halloween, dat mag. En dat goed. Dus ja. We weten het ondertussen, hè. We hebben een vermoeden. En het vermoeden zijn pompoenzaadjes. Goed, tot zover onze Dunkin' review van Halloween. Gezellig. Hallo, hallo, Halloween. Is griezelen, dat is spoken. Hallo, hallo, Halloween. Wie snel bang is, is gezien.